allemaal ziet uitgevoerd worden. En toch grote eensgezindheid is dat we dit anders zouden moeten doen. Dank u wel, voorzitter. Dank. Dan geef ik het voorzitterschap terug. Meneer De Groot heeft gezien dat ik heel coulant kan zijn, want ik heb hem 40 seconden extra spreektijd gegeven. Maar ik geef hierbij het voorzitterschap aan hem terug. Ja, ik heb er dankbaar misbruik van gemaakt. We zijn gekomen... Ja, u heeft een vraag. Voorzitter, kan ik in deze eerste termijn die kennisagenda transition naar proefdiervrije agenda ook via de bode aan de minister van OCW geven? De heer Adema heeft hem zelf ontvangen bij de presentatie in het Hubrecht Lab. Ik zou hem ook graag via de bode aan de minister van OCW overhandigen. Ja, dat is even een ordevoorstel. De heer Graus, heeft u ook een ordevoorstel? Ja, meneer de voorzitter, ik kan niet aanwezig zijn bij de tweede termijn. Maar dat wordt wel waargenomen door mijn collega. Het is digitaal. En dan kan ik ook dus ik hoor toezeggingen en dergelijke kan ik horen. En ik kan er ook mijn moties op anticiperen eventueel. Als het mocht nodig zijn. Maar dan weet ik dat ik niet dadelijk aanwezig ben. Ja, u bent verontschuldigd. Dank u wel. Dan zijn we gekomen aan het eind van de eerste termijn aan de zijde van de Kamer. Ik kijk even naar de bewindspersonen of zij meteen tot de beantwoording willen overgaan of een korte schorsing willen. Ik schors de vergadering tot 4:15.